Geachte genodigden, beste collega's, beste studenten, goede vrienden van de Universiteit Gent. In een vorig leven was ik een fluitist. Ik had een fantastische leraar, misschien wel de beste leraar die ik ooit heb gehad. En de man had een voorliefde voor moderne, klassieke muziek en voor avant-garde. Bijzonder was dat. En ik weet niet of u ermee vertrouwd bent, maar avant-garde muziek is doorgaans wat apart. Het is muziek waarvan men wel eens zegt dat die leuker is om te spelen dan om er naar te luisteren. En om heel eerlijk te zijn, soms is avant-garde muziek om van weg te lopen. Maar wie avant-garde muziek durft te spelen, ontdekt vaak wonderlijke dingen. En ik leerde dus avant-gardisme kennen als leerling van een fantastische fluitleraar. En later, veel later eigenlijk, zag ik in dat avant-garde niet alleen vreemd kan aanvoelen, afstotend en aantrekkelijk tegelijkertijd kan zijn, maar ook heel erg nodig is in de muziek, meer algemeen in de kunst- en cultuurwereld en in de maatschappij. Avant-gardisten zorgen namelijk voor vernieuwing. Ze stellen zekerheden in vraag. Ze gaan in tegen wat mainstream is. Ze springen in het onbekende. Ze schuren, ze wringen en de ene nog meer dan de andere. Avant-gardisten durven soms het moeilijkste pad te kiezen, botsen tegen muren aan, maar zijn ook in staat om muren te slopen. Beste Ugenders, vandaag is een dag van traditie. Een dag geworteld in onze geschiedenis. En we koesteren dagen zoals vandaag. Maar onze universiteit durft ook wel eens uitgesproken avant-gardistisch uit de hoek te komen. We zijn een vrijhaven voor vrijdenkers en dwarsliggers. En zo hoort dat ook te zijn. Laat mij dat illustreren met een paar voorbeelden. We openden in 2014 als eerste Europese universiteit een campus in Zuid-Korea. Ongeveer niemand geloofde dat het ons zou lukken. En toegegeven, ook ik behoorde, zelfs uitgesproken, tot de non-believers. Maar ik zat ernaast. Ik zat er echt naast. Meer dan 500 studenten volgen nu opleidingen van wereldniveau op onze Gent University Global Campus in Zuid-Korea. Onderzoekers doen er bovendien toonaangevend onderzoek in de life sciences en in de vakgebieden biotechnologie, milieutechnologie en voedingstechnologie in het bijzonder. In 2017 dan? Wel, in 2017 hebben we een, ik durf wel zeggen, nieuwe standaard neergezet, omdat wij als eerste Belgische universiteit een beleggingsportefeuille hebben samengesteld waarin geen cent naar fossiele brandstoffen meer ging. Van waar kwam dat idee toen eigenlijk? Wel, dat idee kwam in zeer grote mate van studenten. Van studenten en van even maatschappelijk geëngageerde medewerkers. We luisterden naar hen. We deden iets met wat we hadden gehoord. En de beleggingsmarkt? Wel, de beleggingsmarkt kon niet anders dan te volgen. In datzelfde jaar lanceerden we ook het instrument om studiekiezers beter te oriënteren, de zogenaamde Simon-test. En die Simon-test die wordt inmiddels zeer breed gebruikt en is een onmisbare hulp geworden voor startende studenten. Het is een instrument dat wetenschappelijk gevalideerd is, omdat we vinden dat alles wat we doen gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk onderzoek. En we hebben sinds 2018 een van de meest vooruitstrevende loopbaanmodellen voor academici. Niet alleen in Vlaanderen, niet alleen in België, ter wereld. Universiteiten van over de hele wereld komen in Gent inspiratie tanken om ook hun loopbanen beter vorm te geven. En dat is nogal wat. En we zijn daar trots op. Heel erg trots op zelfs. Dit zijn slechts 4 voorbeelden van hoe wij stenen hebben verlegd. Het zijn voorbeelden van hoe we het pad vrij hebben gemaakt. Het pad voor onszelf hebben vrijgemaakt, maar ook voor anderen hebben vrijgemaakt. Durf
Nieuwsgierigheid, experiment, perspectiefwisselingen. Verantwoordelijkheid, durven te falen en bij te sturen. Weten en het besef van niet weten. Dat zijn de elementen die ons tot avant-gardisme hebben gebracht. En natuurlijk, wat we deden en doen wekt soms weerstand op. Dat is zo. Maar het brengt ons verder en het maakt ons beter. En dat is waarvoor we het deden en doen. Een traditie van avant-gardisme dus. Ze kenmerkt de Universiteit Gent. Het is tijd voor een volgende avant-gardistische zet. En ik wil die even toelichten. En het is een grote zet. De afgelopen maanden hebben tal van UGenters hard gewerkt aan een toekomstbeeld voor onze universiteit. De UGent in 2050. Hoe zal die eruit zien? Dat was de vraag die we ons hebben gesteld. Hoe gaan wij onze studenten een goede plek bieden om te studeren, om samen te werken, om te wonen, te leven, zichzelf en anderen te ontdekken? Wordt de universiteit een grote multimedia-studio waar professoren van achter een scherm de wereld toespreken en waarbij studenten enkel nog thuis op kot zijn? Hoe zullen onze historische en soms iconische gebouwen ruimte laten voor experimenteren, voor nieuwe leervormen, voor digitalisering, voor internationale uitwisseling ook, voor levenslang leren, voor interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek, voor flexibel werken en voor toevallige, inspirerende, verrijkende ontmoetingen, ontmoetingen tussen mensen. Hoe gaan wij ons als Universiteit Gent verhouden tot de stad Gent? Die grootste, mooiste en ook meest ambitieuze studentenstad van het land. Hoe gaan we haar mee vormgeven en hoe zullen we haar de kans geven om ons als universiteit mee te vormen? Dat zijn de concrete vragen die we ons stelden. En ik denk dat het heel erg belangrijke vragen zijn. Nu, wie avant-gardistisch wil zijn, heeft nood aan de grootst mogelijke verbeeldingskracht. Dat is duidelijk. Zien wat niet in zicht is, luisteren naar wat niet is uitgesproken, voelen wat niet tastbaar is. Gaan waar geen pad is, dat alles kan niet het werk van één mens zijn en dus ook niet van één UGenter. Dus hebben we mensen samengebracht, veel mensen. Mensen met verschillende achtergronden. UGenters met eigen noden en wensen, met eigen verzuchtingen, met eigen ideeën. Het zijn zij die vorm hebben gegeven aan wat ik jullie vandaag mag voorstellen. En het zijn jullie allemaal. Het zijn jullie allemaal die de UGent van de toekomst zullen blijven vormen. In wat volgt probeer ik u rond te leiden in de Universiteit Gent anno 2050. U hoeft daar uiteraard niet voor uit uw stoel te komen. Ik vraag u wel om niet alleen naar mij te luisteren, niet alleen naar mijn verbeelding te luisteren, maar ook naar uw verbeelding te luisteren. Daar gaan we. Hoe ziet de UGent eruit in 2050? Een paar punten vooraf. 1. We gaan er anders uitzien. Echt anders. We gaan ook een wat andere plaats innemen in de stad. 2. We weten wat we willen bereiken. Dat weten we. We willen een universiteit zijn waar nog scherper en nog vernieuwender onderzoek wordt verricht en waar nog beter onderwijs wordt gegeven. We zijn goed, we zijn zeer goed zelfs, maar we moeten nog proberen beter te worden. Alles wat we doen moet bovendien ten dienste staan van onze kerntaken. En de kerntaken van de Universiteit Gent zijn onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. 3. punt vooraf. We weten wat we willen tegen 2050, maar we weten nog niet precies wat de weg er naartoe zal zijn. Welke stappen we nog allemaal moeten zetten, wat er precies wanneer moet en zal gebeuren, wel, dat zullen we samen ontdekken. En ik kijk daar oprecht naar uit. Ook dat
is het een andere avant-gardisme. Een pad durven te bewandelen zonder op voorhand elke hobbel of bocht erin te kennen, laat staan die op voorhand te kunnen zien. Over zien gesproken, laten we beginnen met de buitenkant. We gaan er dus anders uitzien. We hebben ons huidig patrimonium, onze gebouwen, onze gronden en onze positie in de stad de voorbije maanden geanalyseerd en in vraag gesteld. En grondig in vraag gesteld, durf ik wel te zeggen. En vandaag liggen heel wat UGent-gebouwen, dat weten we allemaal, versnipperd over de stad. Dat is trouwens logisch. We zijn samen met die stad groot geworden. We zijn met elkaar verweven en onder invloed van elkaar gevormd. Vanuit het historisch centrum hier is ook de UGent uitgedijd naar en zelfs tot buiten de stadsrand. Vandaag willen we doordacht kijken naar hoe onze universiteit zich in de toekomst kan ontwikkelen. We willen van een wat versnipperd geheel evolueren naar een universiteit die zich bijna volledig in 3 grote clusters in en rond Gent bevindt. Een stadscluster die zich onder meer langs de Sint-Pietersnieuwstraat situeert en loopt van de campus Aula tot aan de campus Ledegang. Een middencluster tussen het centrum en de stadsrand die dan de campus Sterre, campus Heijmans en campus UZ Gent omvat. En tenslotte een zuidcluster ter hoogte van Zwijnaarden en Merelbeke. Dit zijn 3 zones waar zich al heel wat UGent-gebouwen bevinden uiteraard. We willen die zones in de komende jaren omvormen tot duidelijke campussen, waar gebouwen op een betekenisvolle manier met elkaar worden verbonden. Waar er groen is. Ja, waar er groen is. Waar studenten en medewerkers op een duurzame manier kunnen denken, leren, doseren en samenwerken. Waar studenten kunnen wonen. Waar functies met elkaar verbonden zijn. Les volgen, onderzoek doen, werken en samenwerken, mensen ontmoeten, van het leven proeven en uiteraard van het leven genieten. We willen gebouwen en campussen die minder gesloten aanvoelen dan vandaag het geval is. We willen geen eilanden in de stad Gent zijn. We willen met die stad samenwerken en ermee verweven zijn. We willen gedeelde ruimtes creëren met meer openheid, naar buurtbewoners ook, met tuinen waar de Gentenaar ook gebruik kan van maken, met ruimte voor toevallige ontmoetingen. Toevallige ontmoetingen die creativiteit, kennis, creatie en nieuwsgierigheid stimuleren. Nu, de vraag is natuurlijk, waarom vinden we dit allemaal zo belangrijk? Waarom spreken we erover? Waarom spreek ik er hier over? Wel, dat brengt mij tot mijn tweede punt. Die clusters, die buitenkant van die toekomstige universiteit, die staan ten dienste van het best mogelijke onderwijs en het best mogelijke onderzoek. Daarover moeten we het hebben. Onderwijs en onderzoek is wat wij doen, waar we goed in zijn en wat we nog beter willen doen in de toekomst. Laten we met onderzoek beginnen. Onderzoek is vrij. En ik wil dat hier zeer nadrukkelijk gezegd hebben, omdat dat soms in vraag wordt gesteld. Onderzoek is vrij. Elke onderzoeker krijgt kansen en kan eigen onderzoekslijnen ontwikkelen. En dat principe van academische vrijheid en van autonomie is aan onze universiteit heilig. We gaan onderzoekers dus niet vertellen wat ze moeten onderzoeken. Niet nu en niet op weg naar 2050. Wat willen we dan wel doen? Mensen ondersteunen en talent alle kansen geven. En in die steun aan onderzoekers speelt infrastructuur een belangrijke rol. Er is niets mis met monodisciplinair onderzoek, maar ook inter- en multidisciplinariteit moeten zich kunnen ontwikkelen. Samenwerking tussen onderzoekers met verschillende achtergronden en uiteenlopende expertises brengt vaak wat schuren en wringen met zich mee. Het leidt soms tot onderzoek ook op het scherpst van de snee. Nu, het model van de 3 clusters met open gebouwen en ruimte voor toevallige ontmoetingen moet dat soort onderzoek aanmoedigen. We willen meer gedeelde onderzoeksinfrastructuur, meer synergie tussen onderzoeksdomeinen, maar ook meer schuren en meer wringen. En daarom willen we onze faculteiten hergroeperen. In de stadscluster
komen de faculteiten Letteren en Wijze Begeerte, Recht en Criminologie, Politieke en Sociale Wetenschappen, de Architectuurschool van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en de Biologen van de faculteit Wetenschappen. In de middencluster vinden we dan het UZ Gent, de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en een deel van de faculteit Wetenschappen terug. En dan de andere groepen binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Bio-ingenieurswetenschappen ook, Economie en Bedrijfskunde, heel wat groepen van de faculteit Wetenschappen en de faculteit Diergeneeskunde, die komen allemaal in de Zuidcluster terecht. Op het wetenschapspark, in de zuidrand van Gent dus, het zogenaamde TechLane Gent Science Park, zullen we een nog bruisender en ook een duurzaam ecosysteem creëren van onderzoek en ondernemerschap. Waar zowel onze onderzoekers en studenten als bedrijven en kennisinstellingen, zoals VIB, IMEC, Vito, Flanders, Meek, thuis zullen zijn. Wij bouwen het wetenschapspark uit tot een van de grootste technologiecampussen van Europa. En ik durf dat hier aan plein publiek te beweren. U vindt dat misschien een ambitieus plan. Dat is prima, ik vind dat ook. Maar ik ben ervan overtuigd dat het kan. Als we allemaal samen aan hetzelfde zeil trekken. Als we ervoor gaan, niet alleen binnen, maar ook buiten de UGent. Overal. De universiteit van de toekomst staat niet alleen ten dienste van het best mogelijke onderzoek, maar natuurlijk ook van het best mogelijke onderwijs. Nu, laat mij wat dat betreft maar meteen klaar en duidelijk zijn. De UGent is geen afstandsuniversiteit. De UGent wil geen afstandsuniversiteit zijn. De UGent zal dus ook geen afstandsuniversiteit worden. Want wij zijn een universiteit van mensen. Waar mensen, studenten en docenten samenkomen. Omdat dit samenkomen een essentieel element vormt van kwaliteitsvol universitair onderwijs. Nabijheid en contactmomenten, wel, die doen ertoe. Dat is ten andere wat wetenschap ons leert. En het is natuurlijk ook wat de voorbije paar jaren ons hebben geleerd. Wij worden dus geen universiteit waar alle lessen zullen worden opgenomen. Wij worden geen multimedia studio, geen virtuele wereld. We gaan wel digitale technologie inzetten wanneer die technologie het leerproces, het leerrendement of interculturele uitwisseling ten goede komt. Wel doordacht gaan wij dat doen. En dus niet top-down opgelegd. Vertrouwen schenkend aan onze docenten, onze opleidingsverantwoordelijken en aan onze studenten, aan wie wij vragen om samen voor elk vak afzonderlijk na te gaan en de vraag te beantwoorden: wat zijn de ideale onderwijsvormen voor elk vak afzonderlijk? En dat is wat we tijdens het komende academiejaar zullen doen. Laat dat dus meteen ook een krachtig signaal zijn. Het vertrouwen dat wij schenken aan iedereen. Iedereen. Docenten, opleidingsverantwoordelijken en studenten. Het vertrouwen dat wij schenken aan iedereen die actief betrokken is bij het onderwijsgebeuren. Bij doseren en bij leren. Om uit te maken wat het precies is, dat best mogelijke onderwijs van de toekomst. Zoals gezegd, gebaseerd op wat wetenschap ons vertelt over doseren en over leren. Dat brengt mij bij een volgend punt. En dat volgend punt is een gevoelig punt. Iedereen die daartoe over de nodige talenten beschikt en dat wil, moet toegang hebben tot hoger onderwijs. En ik zeg zeer bewust hoger onderwijs. Ik maak geen onderscheid tussen de universiteiten en de hogescholen.
Wij moeten af van het idee dat universitaire opleidingen per definitie beter zijn dan hogeschoolopleidingen. Dat zijn ze niet. Universitaire opleidingen en hogeschoolopleidingen zijn evenwaardig. Weliswaar verschillend, maar evenwaardig. Dus nogmaals, iedereen die daartoe over de nodige talenten beschikt en dat wil, moet toegang hebben tot hoger onderwijs. Beste mensen, lees er de kranten op na. Of spreek met mensen uit het zogenaamde werkveld. Er is een enorm tekort aan hoogopgeleide jongeren. Mij wordt vanuit het werkveld regelmatig gevraagd, overigens niet zelden op een behoorlijk dwingende toon. Meneer de rector, zorg ervoor dat meer jongeren met een hoger onderwijsdiploma worden toegeleid naar de arbeidsmarkt, alsjeblieft. Wel, ik begrijp die vraag en ik vind dat een terechte vraag. En wij zouden zeer gemakkelijk, echt zeer gemakkelijk, voor meer universitair UGent gediplomeerden kunnen zorgen. Door de lat lager te leggen en dus de kwaliteit van ons onderwijs te doen afnemen. Wel nu, laat ook dat duidelijk gezegd zijn, dat gaan wij niet doen. Wij zullen geen latten lager leggen. We zouden nog meer inspanningen kunnen doen om alle Vlamingen, om alle Belgen die over de nodige talenten beschikken om universitair onderwijs of hoger onderwijs tot een goed einde te brengen, aan te trekken. Door resterende drempels richting de universiteit of hogeschool weg te werken. Wel, wij moeten en wij zullen dat doen. Maar valt het echt te verwachten dat op dit vlak nog zeer veel winst te boeken is? Eerlijk gezegd, ik durf dat te betwijfelen. Gelet op de vele inspanningen die wij op dat vlak al doen. Beste mensen, als wij ervoor willen zorgen dat voldoende universitair geschoolde jongeren naar het werkveld worden toegeleid, en dan heb ik het natuurlijk zowel over de profitsector als over de non-profitsector. Als wij daarvoor willen zorgen, dan zullen we meer internationale studenten moeten recruteren. Onze studentenpopulatie moet overigens niet alleen internationaler worden om tegemoet te komen aan de noden van het werkveld. Interculturele uitwisseling en diversiteit zijn voor onze regio historisch gezien altijd sleutels geweest tot periodes van bloei en welvaart. Wetenschap leert ons ook dat. En ook vandaag moeten wij ons voor de wereld openstellen. Het behoort tot onze opdracht. Het is onze plicht om die wereld voor onze studenten te ontsluiten en om onze studenten in die wereld onder te dompelen. Zoals het wat mij betreft ook tot onze opdracht behoort om beleidsmakers, politieke en anderen, te wijzen op het belang van interculturele uitwisseling en diversiteit. België en Vlaanderen hebben daar nood aan. Een universiteit die frank en vrij durft te pleiten voor interculturele uitwisseling, voor meer openheid ten aanzien van de wereld en tegen navelstaarderij, ook dat is wat ik mij inbeeld wanneer ik denk aan de UGent in en op weg naar 2050. De UGent trekt dus op pad richting 2050. Mogen duidelijk zijn, het wordt een uitdagende tocht. Beste collega's UGenters, durf te durven. Durf te durven en ga mee op pad richting 2050. Wees een beetje avant-gardistisch. Denk lokaal en internationaal tegelijkertijd. Breder dan de eigen discipline. Ontmoet elkaar. Sta open voor de toekomst. Vind plezier in verandering. Vind plezier in het experiment. We komen uit een lastige periode. En ook vandaag zijn er heel wat mensen die het lastig hebben. De energiecrisis baart zorgen, om maar iets te zeggen. En die zorgen zijn er niet alleen in de brede maatschappij. Wij delen die zorgen
aan de Universiteit Gent. Maar zoals Mieke al zei, doemdenken is geen optie. Is het niet uitgerekend in een tijd zoals de huidige dat uit een ambitieus project voor onze universiteit kracht en moed kan worden geput? Is het niet uitgerekend in zo'n tijd dat het onze ambitie moet zijn om de toekomstige Universiteit Gent te verbeelden en vervolgens ook concreet vorm te geven? Ik meen dat het antwoord op beide vragen ja is. Ik roep u daarom allemaal op om daar samen werk van te maken. Ik denk dat we dit kunnen. Beste studenten, dit is jullie tijd. Komende maandag gaan jullie aan de slag, misschien voor de eerste keer. Jullie zijn dit jaar met ongeveer 46.000, waaronder meer dan 7.600 generatiestudenten, nieuwe studenten. Nu, ik ga misschien een beetje vervelend vaderlijk doen, maar ik wil het toch expliciet gezegd hebben, beste studenten. Kom naar de les. Kom, alsjeblieft, naar de les. We willen jullie zien, omdat dat nu eenmaal voor jullie het allerbeste is. Hoe je het ook draait of keert. Louter online onderwijs brengt een potentieel groot en bovendien zeer negatief effect op studieresultaten met zich mee. Na de lessen komen, wanneer die on-campus doorgaan, mee vormgeven aan lessen, die lessen meemaken in één woord geschreven en met een spatie ertussen, in interactie treden met andere studenten en met lesgevers, bij momenten drempels moeten overwinnen om dat te durven en te kunnen doen, wel, dat zijn stuk voor stuk cruciale attitudes en vaardigheden voor jullie studieloopbaan, maar ook met het oog op jullie toekomstige loopbaan. Aan de UGent studeren is veel meer dan kennis absorberen. Wie aan de UGent studeert, leert te plannen, te organiseren, op tijd te komen, problemen op te lossen, afspraken te maken en die dan vervolgens na te leven. Samen te werken, anderen aan te spreken, te luisteren, te noteren en te structureren, ook zonder backup. Dit is onze visie op onderwijs, beste studenten. Dit is jullie weg naar een succesvolle toekomst. Voor minder gaan we niet. Beste studenten, ik wens jullie een geweldig academiejaar toe, vol ontdekkingen, nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht ook. Vol overwonnen drempels, vol menselijk contact, bovenal. Beste beleidsmakers, ik richt mij ook tot u. We mogen niet blind zijn voor de realiteit. Vandaag is het hoger onderwijs voor te veel jongeren nog altijd onbereikbaar om financiële redenen. Of dreigt het dat opnieuw te worden? We hebben vorige week allemaal de nieuwsberichten gelezen over lege brooddozen in het leerplichtonderwijs. Dit is onaanvaardbaar. Welnu, aan de universiteit en aan hogescholen zijn er studenten die het moeilijk hebben. Die het moeilijk hebben om hoger onderwijs te volgen. Omdat ze geen plek vinden om te wonen. Ze vinden geen betaalbare en kwaliteitsvolle studentenkamer. Net zoals lege brooddozen in het leerplichtonderwijs onaanvaardbaar zijn, is ook dat volstrekt onaanvaardbaar. Wij moeten als maatschappij durven te investeren in studentencampussen of in student villages, zoals de Vlaamse Vereniging van Studenten die iets wat hipper noemt. Waar studenten van verschillende hoger onderwijsinstellingen een kwaliteitsvolle en betaalbare kamer kunnen huren, waar de nodige basisvoorzieningen te vinden zijn, resto's, winkels, werk- en ontmoetingsplekken en vanzelfsprekend ook duurzaam en studentvriendelijk openbaar vervoer. Wij hebben dit idee gelanceerd
Het klonk naar Vlaamse normen, misschien een beetje, wel ja, avant-gardistisch. Maar het idee werd snel omarmd, onder meer door studenten en door een aantal relevante spelers uit de bouwsector. De minister die bevoegd is voor het beleidsdomein wonen, nam vervolgens initiatief tot overleg. En ik wens hem daar nadrukkelijk voor te bedanken. Overleg dat zeer constructief en dus ook veelbelovend was. Het toeval wil dat ik gisteren het verslag van dat overleg heb ontvangen. Het is een prima verslag. Ik word daar gelukkig van. Alleen word ik daar Luc van de Wallen genoemd. Dat ben ik niet. Nu, vanuit de UGent zullen wij volop mee aan de kar trekken wat de verhoging van het aanbod aan kwaliteitsvolle en betaalbare studentenkamers betreft. Ik roep de studenten, alle betrokken actoren in de bouw en andere sectoren, lokale overheden en de Vlaamse overheid en provinciale overheid op om hetzelfde te doen. Alsjeblieft, trek mee aan die kar. Het is onaanvaardbaar dat jongeren niet naar de universiteit kunnen komen of niet naar een hogeschool kunnen gaan omdat ze geen plek vinden om te leven, om te slapen, om te werken. Beste collega's, beste studenten, geachte gasten, laat mij tot slot een oproep doen aan u allemaal. Steun ons. Steun ons bij de realisatie van onze ambitieuze plannen. Spreek erover. Draag ze mee uit. Durf te denken dat het kan. En durf ernaar te handelen. Ook hier geldt, en laat dit meteen ook maar de kern van mijn betoog zijn. Niemand van ons kan het alleen. En samen kunnen we het zeker. Het was andermaal een eer tot u te mogen spreken. Ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid en voor uw zeer, zeer welwillende aandacht. Dank u wel.